stilstaan aan de Dalemse Dijk in Gorinchem, op weg naar Dalem. Het is vandaag een bijzondere dag, want vandaag wordt de eerste paal geslagen van ons nieuwbouwproject aan de Irenelaan. En wij mogen erbij zijn. Inmiddels ben ik aangekomen op de bouwplaats waar ze al druk bezig zijn met de voorbereidingen voor de eerste paal. Nog even wachten en dan is het zover. Naast mij staat Jan Buik van BM van Houdingen, hij is senior werkvoorbereider. Jan, wat staat er allemaal te gebeuren de komende periode? Nou, gelukkig zijn wij net gestart met de heiwerkzaamheden voor die 6 woningen in Dalem. Wij hopen binnen een dag geheid te hebben. En daarna gaan we gewoon lekker starten met de fundering. En wanneer denk je dat ongeveer het project klaar is? Wat is de verwachting? Nou, wij verwachten, als alles goed gaat, we hebben te maken met nuts, met het weer, maar ook met leveringen. Dat is op dit moment heel erg lastig in de bouw. Ja. Maar we hopen toch echt eind van het jaar echt opgeleverd te zijn. En dat de mensen net voor de kerst nog hun huurwoning kunnen betreden. Naast mij staat Tieme van der Sluis, projectopzichter van Poort 6. Tieme, kun jij vertellen wat voor woningen er hier eigenlijk gebouwd worden? Er worden hier 6 eengezinswoningen gebouwd, met een begane grond en een eerste verdieping. Deze woningen die zullen gasloos zijn ook, toekomstbestendig met een luchtwarmtepompinstallatie. En ook nog voorzien van zonnepanelen op het dak. Nou, dat is een mooie duurzame oplossing, toch? Ja, zeker. En toekomstbestendig.